Er is een bondgenootschap tussen shayatin al-ins en shayatin al-jin. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Hij zegt: en zo hebben wij voor iedere profeet een vijand gemaakt. Satans van onder de mensen en de djinn. Nou, begrijp me goed. Ik bedoel niet hier shaitaan als scheldwoord. Hè? Dat je iemand zegt: ah, dat is een shaitaan. Want hij heeft iets over mij gezegd. Nee, ik heb het over echte satans. Van onder de mens. Wanneer ben je een echte satan van onder de mens? Als je het werk van shaitaan uitvoert. Als je het toestaat dat shaitaan jou inzet als een van zijn kadetten of een van zijn soldaten. Kan dat? Ja, dat kan. En Allah subhanahu wa ta'ala geeft ons een voorbeeld in de Koran. Hij zegt: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Hij zegt: en eet niet van datgene waarover de naam van Allah niet is uitgesproken. En de satans openbaren, die doen een wahi, openbaring, aan hun awliya, van onder de mensen, aan hun helpers, aan hun vrienden van onder de mensen, لِيُجَادِلُوكُمْ, zodat ze met jullie in discussie gaan. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ, en als jullie hen gehoorzamen, zijn jullie zeker mushrikien. Hoe dan ook, wat is hier aan de hand in dit vers? Er was een groep van de mushrikien en zij gingen in discussie met een groep van de moslims over een kadaver, een dood dier. Wij mogen dat niet eten als het niet geslacht is, als het vanzelf dood gegaan is. Maar die mushrikien, die zeiden tegen de moslims: maar wie heeft dat dier geslacht? Wie heeft dat dier gedood? Dat is toch Allah? Dus jullie eten wel van wat jullie slachten, maar jullie eten niet van wat Allah slacht. Kijk naar het argument. Deze mushrikien, wie heeft hen dit argument gegeven? Zodat ze met de moslims in discussie gaan? Zodat ze twijfel gaan zaaien in de harten van de moslims? De shayatin. En zo gebruiken de satans van onder de djinn de satans van onder de mens. Door hen te voorzien van argumenten om met de moslims in discussie te gaan. Om de moslims te laten twijfelen aan hun geloof. Dus, als je straks weer naar het nieuws gaat kijken. Of de krant gaat lezen. Of je zit op de universiteit en er komt een hoogleraar jou vertellen over wat zo slecht is aan islam. Dat gebeurt echt, ik praat uit ervaring. Academici die zich opwerpen als vrijdenkers en boeken schrijven over wat er zo slecht is aan de islam. Boeken vol. Het beste boek wat je tegenwoordig kunt schrijven als je wil verdienen is tegen islam. Kijk die Turkse, hoe heet ze ook weer? Nou, we hoeven haar naam, deze majlis niet met haar naam te besmeuren. Maar in ieder geval, absoluut geen literair talent. Maar hij heeft wel een bestseller geschreven. Waarom? Omdat de islam werd zwart gemaakt. Maar hoe dan ook. Als je dat dus tegenkomt, weet dan dat dat de speelballen zijn van de satans. Zij krijgen de argumentatie die zij nodig hebben om met de moslims in discussie te gaan, krijgen ze van de satans. En vervolgens gaan zij twijfelhart zaaien in de harten van de moslims. Over bijvoorbeeld: waarom hebben jullie zo'n vrouw onvriendelijke religie? Bij jullie krijgt de vrouw maar de helft van de man met de erfenis. Wat overigens helemaal niet klopt. In sommige gevallen ja. Maar in de meeste gevallen krijgt de vrouw juist hetzelfde of meer. Het is afhankelijk van de gezinssamenstelling van heel veel factoren. Het heeft niet te maken met geslacht. Dat een vrouw per definitie minder krijgt dan een man. In bepaalde gevallen ja. Waarom? Daar zitten redenen achter. Een vrouw heeft geen financiële verplichtingen. Een man wel. Een vrouw, elke cent die zij bezit, is van haar, mag je niet aankomen. Een man, elke cent die hij bezit, is hij verplicht om uit te geven voor zijn kinderen, voor zijn vrouw, voor zijn gezin. Dus hij heeft financiële verplichtingen, dus hij krijgt in bepaalde gevallen meer dan de man. En jullie zijn zus, en jullie zijn zo, en jullie zijn gewelddadig. Waar komen die argumenten vandaan? يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. Dit is het bondgenootschap tussen de shayatin van de ins en de shayatin van de jin. Het gaat veel verder dan alleen argumentatie aanleveren.
Als je bijvoorbeeld kijkt naar de amusementsindustrie, dan spelen de shayateen daar een hoofdrol in. Dus zangers en artiesten die bezeten zijn door Satans en die hen aanzetten tot het zeggen van gekke teksten of het doen van rare bewegingen. Sterker nog, ik heb een keer een interview gehoord van Beyoncé. Ken jullie Beyoncé? Ja. Ja, iemand is heel enthousiast. Goed. Laten we wel wezen, we leven natuurlijk niet in een grot, hè. We weten wat hier allemaal gaande is. En sigaraaien ook natuurlijk. Want je moet natuurlijk wel weten waar de gevaren vandaan komen. In ieder geval, deze Beyoncé. Zij heeft een keer in een interview gezegd. Ze zei, ik ben eigenlijk een heel bescheiden meisje. Ik ben heel preut, zei ze. Maar het is mijn alter ego die op het podium zichtbaar is. Podium, als ze urenlang kan zingen en dansen en van alles kan doen. En schreeuwen, ze schreeuwen hun longen uit hun lijf. En ze maken bepaalde aanlokkelijke bewegingen, et cetera. Ze zegt, dat is mijn alter ego. We weten wel hoe we dat kunnen invullen natuurlijk, wat een alter ego is. En dit hebben heel veel artiesten gezegd. Dat zij gedreven worden, zij noemen het een alter ego, zeg maar een tweede persoon. Dat ze gedreven worden door een bepaalde kracht die hen aanzet tot het doen van uitspraken en het gedragen op een bepaalde aanlokkelijke manier. Iets wat voor de Satans dus goed is. Hè? Dus het creëren van het verzet onder de mensen, et cetera, et cetera. Dat is ook een manier waarop bondgenootschap bestaat tussen shayateen en de mensen. En veel van die artiesten zijn vaak ook zelf het slachtoffer van een grotere industrie die hen eigenlijk als poppetjes gebruikt om hen in te zetten, om de mensheid te doen dwalen met hun muziek en hun films, etc. Dus dit is een interessant onderwerp eigenlijk. Ik zou zo nog een half uur verder kunnen gaan als ik tijd zou hebben. Maar in ieder geval, dat is misschien voor een andere keer, dat wij dat bondgenootschap tussen shayateen al-ins en al-jin verder gaan uiteenzetten. Want dan ga je ook heel veel begrijpen wat er gebeurt in de wereld. Niet alleen op het gebied van de amusementsindustrie, maar ook in de politiek.